Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. In een ander filmpje heb ik laten zien hoe ik de driekante doek maak op een S-loom. Alle pinnen waren bezet. Ik ben al begonnen met het afhechten. En ik wil jullie nu een stukje van het afhechten gaan laten zien. Ik ben al een stukje begonnen. Ik wil jullie toch het idee geven hoe ik het afhechten doe. Nou, wat ik doe is, en ik hoop dat dat een beetje te zien is. Zo. Je haakt of je breidt eerst één steek. Die steek pak je op, zet je over de vorige pin heen. En je haakt de vorige lus over. Of breidt. Nu verplaats je deze lus weer terug. Belangrijk is dat je dit niet te strak doet, want dan wordt die straks niet mooi. Nou, ik brei dus weer een lus. Ik pak hem op en zet hem één steek terug. En die brei ik. En deze verplaats ik weer. Ik brei hem. Belangrijk bij het afhechten is dat je dezelfde steek gebruikt als wat je ook in je werk hebt gebruikt. Dus gebruik je de E-steek in je werk, dan moet je ook bij het afhechten de E-steek gebruiken. Dit is gewoon de basissteek die ik gebruikt heb, dus dan moet je ook met de basissteek weer afhechten. Maar het principe is eigenlijk wel hetzelfde bij alle soorten steken. Dus je breidt één steek op de manier zoals je gewend bent. Je pakt die lus op, je zet hem terug, je breidt hem en je zet hem weer op de pin waar die hoort. En zo ga je, nou in dit geval een heel end, helemaal breien, breiend afhechten eigenlijk. En dan hoef je aan het eind alleen nog maar de draad af te werken of weg te werken. Ik ben wel heel benieuwd hoe deze driehoek gaat worden. Hoe het sjaaltje gaat worden in het echt. Ja, dat vind ik best spannend. Voor mij is dit een vrij nieuwe techniek om te gebruiken. Ik ben normaal van het normale haken en breien. Dus ik ben enorm benieuwd. Nou, de S-loom vond ik wel soms vrij lastig om te gebruiken, omdat die zo groot is. En je zoveel hoekjes om moet. Dat is natuurlijk bij een rechte of een ronde loom is dat makkelijker. Nou wil mijn draad even niet om het pinnetje heen. Dat komt doordat ik met mijn naald door de draad was in plaats van door het lusje. En nou maak ik er een kommeltje van. Ja. Nu gaat hij even niet helemaal goed, zie ik. Dus je breidt je steek gewoon normaal zoals je gewend bent. Je pakt hem op. Je gaat een pin terug. Je breidt de onderste draad eroverheen. En je zet hem weer terug op de pin waar die hoort. Zo kijken of ik hem heel even iets schuiner kan houden voor de film. Je breidt hem. Je pakt hem op. Je zet hem boven de andere steek. Je haalt hem over. En je zet hem weer terug. Moet hij natuurlijk wel blijven staan.
En daar begint de doek te komen. Leuk. Oh, ik ben er helemaal blij mee. Zie ik nu al. De kleurtjes vind ik echt fantastisch. Het is Schachemeijer garen, SMC garen. De serie Ombre Dream. En hij is er in verschillende kleuren te krijgen. Heel mooi garen. Heel wollig, heel lekker. Dus ik denk een lekker sjaaltje voor de winter. Ja, het is vandaag lekker warm, dus op dit moment zal je hem niet hoeven dragen. Maar dan heb je hem gewoon alvast lekker liggen. Al is die denk ik voor een warme lenteavond. Als het wat af begint te koelen, ook wel heel erg lekker. In plaats van een dekentje, gewoon lekker een sjaaltje over je schouders heen. Nou, ik ga dit zo direct zonder film verder afmaken. Het resultaat komt straks ook op mijn blog te staan. renskecreatief.blogspot.com. Daar kan je ook al mijn andere vorderingen volgen van andere projecten wat ik maak. En ook dit project komt daar zeker op te staan als die af is. En ik verwacht dat dat niet zo heel lang meer gaat duren. Nou, ik wens jullie nog een fijne dag. Bedankt voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer. Doeg!